denk in de twee films die ik nu gemaakt heb, dat het beide over jongeren gaan die een plek proberen te vinden in de samenleving waarin popcultuur heel erg toonaangevend is. Turn up, turn up, turn up! En die niet van een hele veilige thuissituatie komen. Die ook proberen te dealen met de onzekerheid van een roerig huis. Getroubleerde ouders en daarbinnen een stem proberen te vinden en hun identiteit. Mijn werk gaat over heel veel. Ik put eigenlijk altijd uit mijn directe omgeving. En het is eigenlijk gewoon iets wat alledaags is. Iets wat ik, als ik de deur uitstap, zie. En daar gaat het werk eigenlijk over. Het is het universele, het menselijke wat ons samenbrengt rond de tafel. Ik kom uit een achtergrond waar mensen elkaar vaak niet begrepen. En juist om verbindingen te leggen en juist om dingen net iets anders te laten zien dat ze zijn of net een nieuw inzicht geven, kan al heel veel veranderen. Met Sexylent zijn we echt actief op zoek gegaan naar alle Amsterdammers, want we wilden eigenlijk in één ruimte een soort mogelijkheid bieden voor alle soorten en maten die er zijn. Het is dus elke dag iemand anders die een programma heeft en het is dus van Honey Flex tot en met de buurtbingo van Ron de Groot, die ken je niet, maar dat is ook op zich, dat hoort erbij. De enige criteria die we hebben is dat je niet zomaar je verjaardag moet doen. Dus dat er een noodzaak moet zijn waarom jij die eigenaar wil zijn. Maar wij zeggen niet, dit is niet goed genoeg, of dit is te raar, of dit is te normaal. Want dat is volgens mij de kracht van Sexylent, dat iedereen een kracht heeft. Ja.